Vanavond welkom bij een nieuwe aflevering van The Punch. We bespreken weer het wel en wee in de wereld van ringsporten. En dat doen we ook weer met bijzondere gasten aan tafel. We hebben natuurlijk weer de enige echte, mijn vaste anker van het programma. Oftewel Melvin Manhoef. Daarnaast hebben we Jamie Doornbos, een van de kandidaten van Boxing Influencers. En aan het einde van de tafel, competition deelnemer Ibrahim Boukersh. Jongens, van harte welkom. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Thanks. Ibrahim, om even bij jou te beginnen. Het is een stukje media wat ook erbij hoort. We willen natuurlijk ook het wel en wee weten. Wie ben je eigenlijk als persoon zijnde? Ja, ik ben Brian Boukersh, 28 jaar. Voor mij is het even wennen. Ja, maar dat is juist leuk. Dat vind ik juist leuk. Ja, dan moet ik over mezelf vertellen. Vechter. Een vechter in hart en nieren? Zeker. Ja. Hey, en Mel, als we hem zouden moeten omschrijven, hoe zou jij Ibrahim zeg maar het beste kunnen omschrijven in een paar woorden? Vastberaden, man. Vastberaden? Ja. En dan blijf gaan. Blijf gaan. Heb je zijn eerste... Nee, wat was het? Die eerste? Tegen beide wedstrijden. Maar dat je die 8 tellen pakte. Dat was de tweede wedstrijd. Dat was hem. Hij kreeg 8 tellen. En vanaf die 8 tellen heeft hij alleen maar gas gegeven. Ja? Heeft hij gewoon de wedstrijd gewonnen. Ja. Was niet normaal. Was echt... Maar kwam er dan iets in je los dat je dacht van, hé, luister, dat gaan we echt niet nog een keer gebeuren? Het gebeurde. Op een gegeven moment dacht ik, blijf staan. Maar op een gegeven moment voelde ik in één keer mijn kop op de grond. Shit. Ja? Ik sla op de grond. Fuck. En ik stond op, ik dacht, dit ga ik echt niet verliezen. Ik moet een punt pakken. Ja. En toen bleef hij gaan, jongen. Hij bleef werken. Conditioneel veldslag is het toen geworden. Ja, en kijk, hij is een van de ervarende vechters ook, die in de competitie zit. Yeah. En dat zag je ook gewoon, snap je? Hij pakte hem gewoon en hij ging gelijk pap. Ging een tempootje hoger, tempootje harder. Ja, dat is een mooie wedstrijd, man. Ja, hoeveel jaar doe je al, zeg maar, wedstrijden? 2005 ben ik begonnen, 2006 eerste wedstrijd. Oh, oké. Okay. Echt al een ervaren man. Ervaren. Ja, dat is lang. Ja, maar dat vind ik altijd mooi, weet je. Want we hebben nu natuurlijk juist het grootste contrast die je maar kan bedenken. We hebben de boxing influencers, die jongens die zeg maar al bekend zijn met media en tv. En ook wat daar allemaal bij komt. En dan heb je Ibrahim die super gewoon heel erg humble aan tafel zit. En, ja, maar aan de andere kant is het gewoon een beest in de ring. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Maar ja, weet je, dat is ook het mooie natuurlijk, de contrast. En dat willen we dus de hele tijd naar elkaar toe brengen. En dan zie je gewoon dat er een... Ja, het is eigenlijk best wel een goede mix, vind ik. Ja, Jamie, want dat is natuurlijk niet niks. Je komt uit het programma, het hele land vindt er wat van. Hè? En je hebt ook al eerder al zeg maar, ervaring gehad met je allereerste partij. Toen moest jij tegen, even kijken uit mijn hoofd, Sydney moest je doen. Ja. Je had op een gegeven moment je partij tegen Sydney. En dan... Iedereen heeft wel een mening over je. Hoe heb jij dat zelf ervaren? Nou, mijn eerste partij was het vooral dat ik een beetje de underdog was. Want Sydney was wat getrainder dan ik. Ik was een beetje de barman en ik had elke dag een feestje. Nog steeds. Ja. Ja, heb je dat steeds? Hij is nog steeds... Ja. He's living the life? Ja, ik heb echt heel lang gewoon serieus getraind. Alleen ik ben heel ziek geweest. En ik was echt corona en alles gezeik. Dus toen ben ik even naar Marbella gegaan. Even een weekje. Dus mijn trainer is meegegaan. Oh. En zodat ik elke dag kon trainen, alleen ik denk dat de handschoenen niet even aan zijn geweest. De relatie met de trainer is goed, maar in welke... Is te goed. Hoeveel promiel alcohol erin zat, dat is nu nog niet bekend. Als ik 12 tot om 12 uur nog nuchter was, was het knap. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat is op zich ook wel fijn natuurlijk. Soms moet je ook natuurlijk... Ja, ik moet echt even helemaal resetten en ik ben nou gewoon weer helemaal het mannetje en ik ga er gewoon weer zwaar tegenaan. Oké. Okay. Hoe zou jij Jamie omschrijven, zeg maar, die nu dat blijft proeven van dat ja, boxen? Ja, hij vindt het wel heel leuk, snap je? En hij wil het gewoon graag doen. Daarom hebben we ook gekozen voor hem om nog een keer jongens die echt ook zeggen van... Oké, we vinden de boxsport zo leuk en we willen zelfs meerdere keren dat doen. En Jamie is er zo iemand van die zegt, ik wil meerdere keren dat doen. Nou, en waarom ben je dat? Ben je zo gretig voor... Vroeger heb ik wel zo'n beetje gekickboxd en vond dat het superleuk. En nu ik mijn eerste partij heb gedaan, ja, ik vind het echt mega. Ik laat mij elke week in de ring staan. Maar wat vind je zo leuk? Vind je echt dat vechten leuk? De naartoe leven, dat in de ring, dat die spanning, dat...
Ja. Adrenaline junkie. Ja. Ben jij dat een adrenaline junkie? Ja, ik denk een beetje. Ja? Ja, dat heb ik wel. Ik denk de meeste vechters wel. Die hebben gewoon dat nodig, weet je. Even die rush wat je krijgt ervan, snap je? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik ook, als je dan moet opkomen, ja, dat is gewoon een geweldig gevoel wat er is, man. Iedereen loopt te schreeuwen, je moet gewoon matten. Ja, dat is leuk. Ik kan me voorstellen, ja. Zeker nu lijkt me de competition wat moeilijker, ja. Omdat we natuurlijk livestreams hebben, maar jij hebt natuurlijk al een keer meegemaakt hoe het is in een bomvolle Almere. Ik scheet boven mijn broek. Ja? Ja, ik scheet in mijn broek. Maar ja, ik stresste met aan alle kanten. Ik zeg, ik moet poepen, man. Ik moest echt poepen. Ik stresste, maar Melvin die komt naar me toe lopen. Ik zeg, hey, Mel, ik stress hem, man. Hij zegt, wat? Ik krijg klap in mijn bek, ik krijg water in mijn bek. Ik dacht, ik moet weg van Melvin, man. Ik wou weg van Melvin. Ja. En toen liep ik zelf zeker te ringen. Ja, dat was niet normaal. Dat was echt niet normaal. Is dat echt dat moment dat je dan zeg maar de boel op blijft hypen en dat je iemand echt in zijn adrenaline vasthoudt? Ja, op dat moment moet je dat gewoon doen. Snap, op een gegeven moment, kijk, tuurlijk, je hebt natuurlijk bepaalde, hoe noem je dat? Kenmerken van mensen die je kan vechten, vluchten en vriezen, snap je? En sommige jongens die vriezen, sommige jongens die denken van, hey, dit is niet voor mij. En sommige jongens die pakken hem en dan gaan ze gewoon knokken. Ja. Nou, zo eentje van, oké, op een gegeven moment, dan gaan we maar, snap je? Nou, dat is leuk. Ja. Snap je? En ik vind het gewoon leuk. Daarom hebben we hem ook met Marijn. Hij vecht dan tegen Marijn, Sydney en Henny, die hebben daarom in het toernooi gezet. Dat zijn de jongens die het vaker willen doen en het leuk vinden. Dus ja, dat is gewoon gruwelijk. Ja, dus het smaakt wel degelijk naar meer voor jou dus op dat gebied. 100%. Maar dat is wel de hele entourage erbij. Dat is ook wat je extra leuk vindt. Ja, ik zou het niet in een sornhuis doen voor 30 man of zo. Nee. Het is wel gewoon echt alles eromheen dat ik die kans krijg om op zo'n groot podium te vechten. Waar hij natuurlijk al 15 jaar lang voor knokt. Ja. Om nu daar mogen te vechten. En ik kan het gewoon gelijk de eerste tijd doen. Ja. Snap je? Dat is wel een luxe die ik heb. Ibrahim, wat vind jij daarvan? Hij is natuurlijk echt een grote media ervaringsdeskundige op die manier. Ja. Ben jij zelf een beetje met Instagram en zo? Zoals ik al zei, ik moet wennen aan die social media. Ja. Ik heb me eigenlijk daar nooit mee bezig gehouden. Nee. Maar het is wel belangrijk. Ja, toch? Ja, mensen willen graag weten wie je bent, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar ja, ik probeer eerst een beetje naam te maken in de sport. Dan komt de media vanzelf. Ja. Kijk, die jongens die hebben het platform op tv gekregen. Die hebben wij niet. Wij moeten daar echt voor knokken. Ja. En hun helpen ons ook met die sport groter te maken. Ja. En misschien wanneer hun met ons tegelijkertijd vechten, dat er meer kijkers zijn. Als je dan net een leuke partij neerzet, ja. Dat blijft hangen. Ja. Dus in dat opzicht is het natuurlijk wel mooi. Hey, als je nou naar Jamie zeg maar een goede tip zou moeten geven vanuit jouw vechterservaring, ja. Wat zou je Jamie mee willen geven? Dat is je tweede partij, dus je weet hoe eng. Je moet altijd gewoon beseffen, je komt jezelf tegen op een gegeven moment in de ring. En als je dat accepteert, wanneer je dan bijvoorbeeld 8 tellen krijgt, dat je dan opstaat van oké, je partij is nog niet voorbij. Ik ga ja, die is heel belangrijk. Want dat is dat mentale aspect weer dat je dan... Als je terug gaat vallen en denkt van oké, ik heb 8 tellen gehad of ik ben moe. Je gaat veel nadenken. Je gaat moe worden. Hoe dan ook, hoe goed je hebt getraind, je gaat moe worden. Ja. Je weet het. Ik weet het man. Ik moe zijn helemaal. En als je dat accepteert, je denkt van oké, ik ben moe, maar ik wil dit niet dadelijk denken van kon ik dat maar overdoen. Ja. Snap je? Als je gewoon kapot bent, maar je hebt gewonnen, denk je van oké, het was het waard. Dat was het waar, maar dat zeg ik, dat is het mooie. Be in the moment, wees alert van wat je aan het doen bent. Hij heeft wel hele goede dingen, snap je? Zo wat hij uitlegt, kijk, hij is niet bezig met de socials, maar hij knokt ervoor. En dan komt dat vanzelf, snap je? Ja. Ik vind dat wel heel erg scherp, maar toch advies. Wees ermee bezig, snap je? Ja. En dat is gewoon wel heel belangrijk. Dus geen popping bottles in champagne voorlopig even? Ja, dat kan wel. Jamie, dat kan 26 stemmen. Dat kan. Maar wat zou jij als media, want jij hebt natuurlijk best wel veel ervaring met het social media en ook dat mensen daar natuurlijk op reageren. Wat zou jij Ibrahim willen meegeven, omdat hij is best wel ingetogen. Heel rustig, down to earth, heel relaxed. Hoe zou hij dat kunnen opkrikken wat meer? Nou ja, zoals bijvoorbeeld je gaat vechten 15 september met alleen maar influencers, toch? Vecht je zelf dat? Sorry? Nee, dat moet je misschien wie er allemaal vecht. In ieder geval, als je dan zomaar een podium bent met influencers, ja, je hebt dan je Instagram post en dingen en dan kijk. Dan moet je gewoon zorgen dat ze je taggen en alles. Dan maak je naam. Ja, tuurlijk. Ja. Want mensen zijn wel nieuwsgierig naar jou als atleet natuurlijk. Van hé,
wie ben jij nog meer? Maar hij zit natuurlijk in zijn moment. De atleten die zijn bezig om te strijden, om te knokken, snap je? En uiteindelijk willen ze gewoon bekend worden. En net wat hij zegt, kijk, hun worden natuurlijk ook bekend door programma's en andere dingen. Hun willen bekend worden doordat mensen zeggen, hey, luister man, dat is echt een baas. Als je die jongens ziet vechten, dan moet je echt kijken, snap je? Ja. Nou, en, ja. Heeft hij wel gelijk in. Snap je? Maar nu denk ik dat de vechters op dit moment wel de hulp nodig hebben voor de boxing van de boxing of van de influencers. Om iets meer breed te krijgen. Het gaat niet alleen om onze organisatie, nee. Zo, het gewoon om alle organisaties. Kijk, het vechten zit in de lift, snap je? Dat gaat sowieso wel. Mm-hmm. Maar ik denk dat met dit soort steunpilaren erbij, denk ik dat het wel veel sneller gaat. Dus ik moet je eerlijk zeggen, het gaat echt goed. Dus ik weet niet hoe lang het nog gaat duren, maar ik denk dat we binnenkort wel echt gewoon, we zijn eigenlijk al een beetje mainstream. Ja precies. Dus we zijn al mainstream, vind ik, weet je. En alleen, ja, sommige jongens zijn nog niet bekend, maar daar werkt maar. Ja. En de partijen zullen voor zich spreken natuurlijk naarmate je meer gaat winnen. Ja, sowieso. En hoger in de competitie ook gaat staan. Ja. Jamie, wat doe jij naast het, zeg maar, als boxing influencers klaar is? Waar hou jij je in het dagelijks leven mee bezig? Nou ja, zoals ik al zei, ik train best wel heel veel. En ik doe makelaarswerk. En voor de rest focus me vooral op de social media, influencers. Want daar kun je ook echt wel je business uithalen? Ja, het is een leuke bijzaak. Je kan er leuke dingen in overhouden. Je hebt leuke klusjes. Ik kan wel zo'n maand kan ik wel eens wat leuks verdienen. Ja. En het is natuurlijk niet mijn hoofdinkomen, maar ik heb wel genoeg leuke dingen eraan overgehouden. Ja. En waar zou je, zeg maar, binnen nu een 5 jaar naartoe willen gaan? Qua business voor jezelf? Ja, dat weet ik niet. Ik heb een paar leuke dingen in mijn gedachten wat ik wil gaan opstarten nu in het nieuwe jaar ook. En vooral wil ik verder gaan met vastgoed. Dat is gewoon supergoed. Dat is gewoon dingen waar ik mee in wil investeren. Ja. En ja, ik heb nog meer leuke ideeën die ik wil gaan doen. Dus, oké. Okay. Ja. Hey, en hoe ervaar je dat? Dat zeg maar, het hele land over waar je komt en gaat, dat mensen een mening hebben over wat ze van je gezien hebben? Ja, dat ben je wel gewend. Het is nu voor mij 3,5 jaar geleden ongeveer dat ik in aanraking kwam met social media. Dat ik echt op tv kwam en alles. En ja, tuurlijk, dat is wel verwennen, maar ik ben er wel goed uitgekomen in principe. Ik heb wel geluk gehad. Er zijn echt jongens, weet je, die worden echt stuk gemaakt op social media. Dat heb ik niet meegemaakt. Ja, natuurlijk heb je mensen die je niet mogen. Nou ja, zo be it. Mag je me niet, prima. Precies. Maar ik sta ook heel nuchter in mijn schoenen. Ik ben ook heel makkelijk, weet je. Je hebt jongens die er heel erg mee zitten, maar dat heb ik niet. Nee. Dus ja. Ja, want even de tegenstander. Marijn. Ja? Hoe heb je je daarop voorbereid, mentaal? Of is ja, dat gewoon... Ik ben er nog steeds aan het voorbereiden, dus... Dus dat is... Wat verwacht je ervan, überhaupt? Nou, het is een fitte jongen. Dus ik moet hard trainen. Ik denk dat hij hard moet trainen, we moeten altijd hard trainen. En ik heb niks tegen hem, want vorige partij was echt een dingetje tussen ons. We hadden echt een haat naar elkaar. Een haat wil ik niet zeggen, we hadden gewoon oneenigheid onder elkaar. En ja, dit is gewoon een jongen, ja, ik ken hem verder dus ook helemaal niet. We hebben een beetje contact op Instagram. En ja, dus was net ook gewoon leuk en normaal. Dus dit wordt gewoon echt een partij dat we gewoon in de ring gaan kijken wie de beste is. Ja, wat denk jij, Mel? Ja, wat ik denk, ja, ik denk helemaal niks. Ik denk, ze moeten gewoon. Ze moeten gewoon vechten. Ik ben de organisator. Ik ben van niemand. Nee, oké. Okay, maar ik vind het gewoon leuk. En hij traint wel bij mij op de gym, maar hij traint met een andere trainer. Ja. Snap je? En voor mij maakt het niet uit. Kijk, als ze allebei degene die het hardste traint, die heeft het recht om te winnen. Snap je? Ja. En dat is gewoon hoe het werkt. Ja. Als iemand, hij zet werk erin, dan krijgt hij ook het resultaat eruit. Snap je? Dus. Het is aan hem hoe hard hij traint en Marijn. En we gaan kijken. Kijk, het is een 4-mans-toernooi. Dus ze moeten 2 wedstrijden knokken. Ja. Dus ja, daar moeten ze zich op voorbereiden. Dus het is voor mij is het gewoon iets leuks. Maar ook voor de mensen is het gewoon leuk. Die kan dit gewoon zien. Hun partij kan gewoon gratis op de livestream zien. Ja. En de finale kan je dan zien live op Spike. Oké. Okay. Dus ja, het is gewoon dik. Ja, zeker dik. Absoluut. Ja, een leuke pot. Jongens, sowieso, ik wil jullie bedanken voor jullie komst naar de studio. En heel veel succes natuurlijk voor jou ook met je deelname in de competition. Super, dankjewel. En laten we kijken of jij nog een paar mooie, prachtige wedstrijden kan neerzetten. Gaan ons best. Jamie, jij ook dus. We gaan jou dus dan zien bij Boxing Influencers. Zeker. En als jij nog wat meer wilt blijven volgen, vergeet dan niet om te subscriben op dit kanaal. Sowieso abonneer, want we gaan namelijk 5000 tokens weggeven van Crypto, oftewel Funds Official. En dat is FNDZ Official. Zorg dat je die ook volgt, want dan maak je daar kans op. Is altijd leuk om te krijgen. Bedankt voor het kijken. Dit was weer een nieuwe aflevering van de Punch. Bedankt en graag tot de volgende keer. We'll be right back.
Yeah, this hymn is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his. It was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my balls, my mother, my father. I love him, I hate him. Wish God I didn't have him, but I'm glad that he made him. The roaches, the rats, the strays, the cats, the guns, knives and bats. Every time I it's what you hear and listen. The dark, the light, my heart, the fight, the wrong, the right, it's gone.